Hey, goedemiddag. Daar ben ik weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering. Let's Play Pokémon Crystal. In de vorige aflevering hebben we heel deze dorp eigenlijk onderzocht. En gewoon eventjes een beetje laten zien wat ze hier allemaal wel niet kan doen. En hebben we Erica verslagen, wat eigenlijk best wel een lachertje was. In deze aflevering gaan we maar gewoon verder naar de volgende route die we tegen kunnen komen. Waar ik heel eventjes iets wil melden. We zitten hier op route 16. Op route 16 kunnen we een nieuwe Pokémon tegenkomen. Namelijk... Sorry, we zijn mijn notities. Lach me niet uit. Oké, hier heb ik hem. Ja, dat kan eigenlijk nog wel eens een keer. Slagma. Slagma is een vuurtype. Heel erg traag. Ja, dit is ook route 16. Die zag je dus daar net boven, zeg maar, dat je dat daar tegen kunt komen. Slugma is een hele trage Pokémon. Een vuurpokémon die meer eigenlijk, zeg maar, verdedigend is. En niet met special defense. En dat is Slugma. Niet zo'n echte goede vuurpokémon. Echt een van de slechtste vuurpokémons die er eigenlijk zijn. Verder moet ik hierbij ook eventjes vermelden dat we hier ook Murkrow tegen kunnen komen. Murkrow is een Dark Flying type. Niet echt de beste Dark type die we tegen kunnen. Of ja, die je dus zeg maar kan winnen in het spel. En zijn stats zijn ook niet echt je van het. Dus zou ik zeggen, skip hem maar. Goed, er zijn er nog een paar routes waar we dus niet langs gaan komen in deze playthrough. Omdat, ja, dat zijn dus zeg maar de routes tussen... welke stad ben jij? Dit is volgens mij Fuchsia City en Lavender Town. Daar hebben we dus... Hallo. Dank je. Daar hebben we dus zeg maar route 15. Nou, route 15, niks nieuws. Route 14 hebben we Skiploom. Skiploom is, ja, zoals ik al zei in de vorige aflevering, niet echt een van de sterke grasvliegtype Pokémon. Best wel lage stats, dus valt op zich wel heel erg tegen. Dan heb je hier nog route 13. Route 13, dan kun je dus Chansey tegenkomen. Chansey is een hele grote HP-hebber. Die kun je dus zeg maar echt in de grootste defensive val maken als je dat zeg maar zou willen, omdat ik dan even weer in Blissey. Dus zeker een hele spannende Pokémon om die daar tegen te komen. Kans is heel erg klein dat je die daar tegenkomt. Verder kun je ook de evolutie tegenkomen van Nidoran, zowel male als female, dus Nidorina, zoals we die nu in beeld zien. En eventjes naar de stats kijken. Ja, daar hadden we wel van verwacht. Kom nou maar met Nidorino, want anders duurt het weer veel te lang. Heel erg leuk. Goed, dan hebben we nog één route waar we ook niet naartoe komen. Route 11 hebben we dus al gecoverd. Dat is de route tussen... Excuse me. Hallo. Mag ik even? Kom, mag ik daar? Ja, hier. Route 8, dat is zeg maar de, tussen Lavender Town en Celadon City. Dat is ook een route waar we niet naartoe komen, omdat dat ook alleen maar is om te battelen. Dan kunnen we dus zeg maar Kadabra tegenkomen. Kadabra is de geëvolueerde vorm van Abra. En ja, om zijn laatste evolutie te krijgen heb je dus zeg maar... stuff nodig, trading. Wat heel erg jammer is, want het is eigenlijk een hele goede special attacker, zoals we dus al vaak hebben gezien. Dit zijn alle Pokémon die ik tot nu toe in mijn lijstje heb staan over de hele wereld. Verder wil ik nog wel heel eventjes melden, en het is alleen maar met het vissen op route 21, waar zit je? Daar moeten we nog langskomen. Daar komen we nog langs, oké. Ik zat heel eventjes op mijn speakbriefje even te kijken hoe dat het dan eigenlijk daarmee zat. Maar dat zijn alle Pokémon die we tegen zijn gekomen. Dus met de bio's gaan we door deze route heen. Deze route, zoals ik al zei, heeft geen nieuwe Pokémon voor ons verder. En... volgens mij was dat ook eigenlijk waar je met de muim tegen kan komen. Het staat in de zijballetjes, dus dat maakt het uit. Route 16, 17, eigenlijk exact hetzelfde. Dus al die trainers hier die zijn al gebattled. En nou denk je dat ik op nee druk, maar nee, dat gaat volledig automatisch. Je kunt hier ook vissen natuurlijk om Pokémon tegen te komen. Maar het is eigenlijk meer om die trainers te battelen en daar houdt het eigenlijk mee op. Goed, dan komen we aan bij route 18. Geen nieuwe Pokémon en heel erg weinig eigenlijk hier. Volgens mij zijn kun je hier ook Dodrio als tegenkomen. Staat eventjes in zijballetjes. Een paar trainers, volgens mij beurtrainers, waar je ook heel weinig aan hebt. En dan kom je aan bij Fuchsia City. Zo, wat een uitleg allemaal zag. Bleh. Fuchsia City was eerst heel erg populair vanwege zijn attractie betreft de safari zone. Een random leeghuis hier. Hartstikke leuk. De safari zone is gesloten. Daar kun je dus niet meer naartoe in dit spel. In de remake is die verhuisd. En dan heb je weer wel een safari zone. Maar hier heb je dus in ieder geval geen safari zone. Wat is dit? Safari zone. Warden's home. Laten we maar eens even met in de mafketel gaan praten. Waarom heb je het gesloten? My grandpa is in the safari zone warden. At least he was. He decided to go on a vacation. And took off overseas. All by himself. He quit running Safari Zone just like that. Hij rent gewoon weg. Hij gaat op vakantie, maar hij heeft nog niet eens geld voor een televisie. Het is geen tv. Ik ben teleurgesteld.
Maar goed, de grootste reden waarom dat we hier natuurlijk zijn, is voor de gym battle. En dan moet ik helemaal voor me lopen. Nee. Ik heb nog op een of andere vage manier HM slaapt bij me, dus... laten we hier maar heel eventjes... Dat is de enige mogelijkheid om hier eigenlijk naar boven te kijken wat hier boven te vinden is. Waarom ik niet? Goed. Hallo. Wat heb ik aan het melden? De Safari Zone. It's closed. It's sad. Considering it's Bush's main attraction. Ja, dat zei ik net. Het enige nadeel is... Ja, je moet dus zeg maar kat gebruiken om hier bij de markt te komen. Niet dat hij echt iets speciaals heeft. Hier waren in Pokémon Red, Blue en Yellow... zag je dan zeg maar de Pokémon die nogal moeilijk te vangen waren. En die dus alleen maar kwamen bij de Safari Zone. En ze zijn zelfs zo leuk geweest om de deur eruit te halen. Ik bedoel maar, als je een winkel sluit... dan is het dus niet het feit dat je gewoon dus de deur op slot doet. Nee, je haalt gewoon de deur eruit en metselt het dicht met bakstenen. Pokémon logica's. Prima. Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het jammer. Echt, ik vind het heel erg jammer. Waar heb ik aan te melden? Koga's daughter succeeded him as a gym leader after he joined the Elite Four. Oké, dus Koga is niet meer de gym leader. Nee, want die hebben we verslagen als de Elite Four. Dus. Oké, dat is wel jammer. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat hij een dubbel baan zou hebben. Zowel gym leader als Elite Four. Dat zou eigenlijk best wel gaaf zijn. Zo van, you battled me once in the Elite Four. But here as a gym leader, I shall defeat you. Of zoiets in die trend. Zou wel leuk zijn geweest. Dus hier hebben we onze gym leader. En we hebben hier dus nog een willekeurig huis. Hallo. My grandpa is met my brother speels on Cerulean Cape. I don't care. Laat ik uit hem melden. I saw this. I saw this Pokémon weet je no Pokémon on Cycling Road. Spannend. Dat noemen we slukmaas. Irritant. Hit de TV. Jee. Goed. Dan ga ik heel eventjes naar het Pokémon Center om heel eventjes HM's leven weer eventjes te vervangen met Bolt. En dat doe ik heel eventjes knippen. Oké, na dat gedaan te hebben, komen we dus aan bij de Fuchsia City Gym. Fuchsia. Oké, nou, de Pokémon die je hiervoor aan kan zetten. Ja, het is een Poison Gym. Dus eigenlijk zou je dan een grondtype kunnen pakken eventueel. Maar ja, Kinkyheid heeft overal een beetje ingepoond, dus ik denk dat ik Snibbit gewoon vooraan ga zetten, omdat Snibbit heeft een hele decent aanval. De gimmick van deze gym is, je hebt onzichtbare muren, deze hele kleine puntjes die je dus zeg maar ziet, dat laat eigenlijk een beetje zien waar dat de muren zitten. En iedereen is gekleed als Jasmine. Iedereen. Voelt je? Haha. Dus moet je eigenlijk zo erachter zien te komen wie dat de echte gymleader is. Best wel vervelend. Stapels, wollen, trui. Oké, dat is dan helemaal vingers. Ze zullen maar niet doen. Linda wants to battle. Oké, nou, Linda, wat ga je melden? Een Bulbasaur. Als zesde gym van Johto. Eigenlijk, als veertiende gym, komt de guy aan met de level 30 Bulbasaur. Ik ben teleurgesteld. Ivysaur. Nee, ik wil niet. Ik wil gewoon Snibbit blijven gebruiken. Want Snibbit heeft ook zijn experience nodig. Ja, je hebt een hele lelijke bakkers. Dat weten we ondertussen ook al. Weet je waar? Headbutt. Level 32. Oké, nou het groeit een beetje. En je had 3 Pokémon, dus ik ga er maar vanuit dat de laatste Pokémon Venusaur is. Kom op, kan je nog een beetje weerstand bieden? Een beetje? Ik zet nog niet eens Fireflame in. Ik zet nog niet eens een Pokémon in dat super effectief tegen je is. Alsjeblieft. Dat ook heel fijn. Ik zou het op prijs stellen. Nee. Weet je jongens. Ik ken wel toch al deze battles ook weer. Gezellig gaan ouwe hoeren. En mijn klets weer verkopen. En mijn praatjes. Maar op zich er zijn er best wel veel trainers. En ik heb geen zin om het eruit te gaan knippen. Dus ik denk dat ik het ga gooien op de laatste fast forward van deze Let's Play. Tenminste even denken. Ja, ik denk dat dit de laatste fast forward is. Dus... kom maar in, muziek! Oh! Je bent de echte! F you, F you, F you, F you! I'm sorry to disappoint you, I'm only joking!
I'm the real deal. Janina Fusha, Shitty Jim. That's me. Ik dacht echt van... Dit is niet de echte... Maar het lijkt dus wel de echte te zijn. Oké, dus hier komen we aan bij Fusha, Shitty Jim Leader. Ik ben hier zo weer niet op voorbereid. Ja, ik ben er wel op voorbereid, maar ik dacht dat ik nog één trainer had gegaan. Dus, oké, dan hebben we Brock weer. Dus dan zijn we in de buurt, sorry. Heel erg slordig. Ik weet het, mijn excuses dan voor... Ja, ja. Oké, Janine wants to battle. Oké, nou. Janine gaat beginnen met Crobat. Crobat is level 36. Met de aanvallen, screech, personisch confuse, geen wing attack. Level 36. Level 36. Level 36. Level 36. Level 36. Oh, ik vond het eigenlijk één ding wel grappig. Level 36. Maar ik vond het eigenlijk wel grappig tot op het moment dat ik de fast forward muziek pakte, dat ik eigenlijk best wel een behoorlijke klap had gekregen van andere trainers. Dus dat vond ik eigenlijk wel grappig. In ieder geval, Janine is dus gespecialiseerd in poison types. En dan krijgen we dus Weezing. Weezing is op level 36. Ja, ik ga even een andere Pokémon inzetten. Laten we onze eigen Crobat inzetten. Level 36. Met aanvallen, smog, sludge bomb, toxic en explosion. Voor die toxic wil je uitkijken. Dat is het enige wat ik kan zeggen over deze Pokémon. Dus het valt me op het moment dat ze eigenlijk... als ik een explosion, dus... Dat ik bij een trainer offscreen had ik dat wel eigenlijk... Dat was best wel een komisch momentje. Ik vlieg de lucht in en deed self-destruct. Dus dat was wel grappig. Maar goed. In ieder geval... Ik moet zeggen, ik ben weer teleurgesteld. Ik bedoel, dit is de zesde gym. We hebben net Erika verslagen. Die had Pokémon op level... Tussen de level 40 zit en 46 zelf ertussen. 36. Serieus, 36. 36. Level 36. 30! Oh, echt zielig dit. Ik heb hier geen woorden voor. Nou, dan krijg je nog een Weezing, ook van level 36. Ook met Smudge, Smog, Sludge Bomb, Toxic and Explosion. Twee keer eigenlijk dezelfde Weezing. Dus ja, weinig aan te vertellen, level 36. 36. Het zit hem in die... Zo, voice crack. Wow, sorry daarvoor. Het zit hem in die level 36. Ik moet... Misschien omdat het de zesde gym is, maar had het dan niet 46 mogen zijn? Dom het te zeggen. Ah, in ieder geval, Zeritante krijgt ook even een leveltje bij. Zeritante ook op level 48. Daar zijn we goed vrij over, zullen we maar zeggen. Goed, volgende Pokémon. Als dit is wat ik denk dat het gaat worden, ik lach maar even. Nee, gelukkig. Venomoth. Venomoth is haar sterkste Pokémon. En dan ga je dus lachen, die is op level 39. Ik denk dat... Ja, Fireflame is nou eigenlijk een beetje sterkte samen met... nee, laten we... Ik blijf gewoon even Crobat gebruiken. Dus, maar goed, verder met level 39 met aanvallen. Foresight, Double Team, Gust en Psychies. Voor die Psychies willen we uitkijken. En waarom gebruik je een Dire Hit? Dat is nogal zinloos. Het kost je een beurt. En het kost je ook nog eens een keer je Pokémon. Want... Fly... Ja, ik ben sneller natuurlijk dus. En dan krijgen we naar de meest teleurstellende Pokémon die ze heeft. Ze heeft een Ariados op level... Nee, geen 36. Dat zou komisch zijn geweest. Lager. Level 33. Oh mijn god. Level 33 met de aanvallen. Scary Face, Giga Drain, String Shot en Nightshade. Serieus. Deze gym is een lachertje. Ik bedoel, die eerste Crobat. Crobat is een hele goede Pokémon en is super snel. Dus dat was redelijk. Alleen, ik bedoel, level 36, kom op. Maar de rest... Nee. Janine is defeated. Nou, not surprised. You're a tough one. You definitely won. Here's Soul Badge. Kunnen ze niet die Soul Badge? Net zoals, here's Marsh Badge. Here, Rainbow Badge. Here, just here, hier. Hier, ik smijt het tegen je gezicht. Take it. Nou, sorry dat ik het zo zeg, maar... Wat is het met... Oh, maakt niet uit. We hebben de Soul Badge. En deze gym was eigenlijk best wel belangrijk voor ons. Ja. You're so tough. I have a special gift. It's toxin. A powerful poison. That's deadly saps. Victims HP.
En we krijgen dus eindelijk Toxic, die ik mijn Crobat zeker al een tijdje wou gaan leren. Heb ik in de vorige aflevering het eigenlijk over gehad? Ja. Je moet echt beter worden. Je moet echt beter worden dan... Koga die was nog beter dan jou. We moeten Koga verslaan. Jouw papa. Ja, zuig maar op je duim. Maar we moeten jouw papa verslaan voordat we jou kunnen verslaan. Jouw papa had Pokémon op level 45. Jij 36. In ieder geval, ja, dat was ook nog een trainer die we eventueel zouden kunnen gaan battelen, maar niet echt heel boeiend. Enige snelle is, ik moet nou weer helemaal terug gaan lopen, dus ik zie jullie eventjes bij het Pokémon Center. Ik ben zo terug. Oké, na mijn Pokémon te hebben geheeld, is de volgende gym een beetje veranderd in dit spel. Wat we moeten doen is, normaal gesproken zou je dus zeg maar hier naar beneden... Ergens? Zou je ergens naar beneden moeten kunnen? Ergens. Gewoon ergens. Even zoeken. We zoeken! 36 keer! Oké, nou niet daar in ieder geval. Dat is overduidelijk. Dan... Moet ik helemaal omlopen? Helemaal geen zin in. Even zo stilte daar. La 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 la. Ik ben niet zo goed klaar. Nee, want level 36 je slaat ergens op. Dus hou nou maar heel erg snel je kop. Hou je kop! Oké. Normaal gesproken moet je dus hier naar beneden toe en dan zou je dus zeg maar richting de volgende gym kunnen gaan surfen. Dit kan niet. Ik heb hier, ook al is echt die route 19, ik heb hier gewoon nog steeds Fuchsia's City zijdballetjes. Omdat je kunt hier niet doorheen. Want hun zeggen hier, sorry, this road is closed for construction. If you want to get to Cinnabar, you better go south from Pelletown. Who knows how long it would take to move this boulder. Dus deze route, waarom dat het er is? Waarschijnlijk omdat het in de originele daar zat, maar het is afgesloten. Waarschijnlijk dat je toch eerst langs Pelletown nou zo zou moeten gaan. Nou, gelukkig hebben we Zeritan bij ons, kunnen we dus vliegen. En we zitten pas op 13 minuten. Ja, iets meer. Ik denk dat we op 15 zitten of zo. Dus ik denk dat ik nog wel een gym battle hierbij prop. Letterlijk en figuurlijk. Want de volgende gym battle waar we dus naartoe moeten, stelt niet zo heel erg veel voor. Goed, dus dan moeten we hier gaan surfen. Kinky heet You Surf. Nou, heel erg gezellig. Ik zal heel eventjes een repel gebruiken tot we niet gestoord worden door... Wacht eventjes. Damn! Oké, sorry voor die knip daar. Ik was vergeten, een super repel. Route 21, daar wou ik het over hebben. Route 21, niet daar. Route 21, dat valt nogal tegen daar. Dus dit is alleen maar als je je vishengels gebruikt. Dus vishengels klaar. En nou ben ik weer met papiertje. Ah, hier. Route 21 brengt dus bij het vissen alleen een Chinchou. Chinchou is een water-elektrisch type, dus op zich een hele erge handige... Ja, nee hè. Weet je wat, we gaan gewoon hier eventjes doorheen. Kan ik gewoon even door de bio's heen gaan. Chinchou is dus een elektrisch watertype, wat dus zeker een hele handige type is. Je kunt hier ook met de superrot kun je dan de evolutievorm tegenkomen, Lantern... Zeker een handige elektrisch watertype. Ik bedoel, ja, je hebt dan gelijk stroomwater in één en je hoeft niet bang te zijn voor stroompokémon. Wat eigenlijk best wel handig is. Toch vind ik Quagsire toch iets makkelijker daarvoor, maar goed. Verder heb je dus ook Starmie, de evolutie van Staryu die je tegen kan komen. Zoals ik al zei, Starmie is zeker een hele goede waterpsychisch type. Alleen ja, voor psychische aanvallen zou ik toch echt voor een psychisch type toe gaan. Dus dat is eigenlijk alles wat ik hierover te zeggen heb over de Pokémon die je dus tegen kan komen. En deze random Pokémon trainers die heb ik dus niet gehad omdat we hier nog helemaal niet geweest zijn. Dus ja, klappen met je staart. Klappen met je staart. Level 28. Oh, wat ben ik bang. Oké, ik doe bite. Kom op, dan moet je overleven. Flinch! Ik geef je de kans om aan te vallen en dan ben je flinch. Normaal gesproken ben ik blij met flinch, maar nu... Grip ik op. Tuurlijk, het geluk krijg ik op het moment dat ik het niet nodig heb. Ah. Nou, Nicky, wat heb je nu weer? Nog eens. Heb je nog andere Pokémon? Laat me raden. Je laatste is een Dewgong. Kan niet anders. Kan niet anders. Kan niet anders. Moet gewoon. Oké, strength. Duurt mij te lang. Dus ik wil nog een gym battle hebben. En we zitten al ondertussen bijna op 18 minuten. Dus En de gym battle die hier is, dat is een hele simpele. Want daar hebben we nog niet eens random trainers bij. Daarom wil ik hem doen. Daarom wil ik hem hier klaar. Daarom... Gewoon... Dewgong. Nou, Nicky. Hopelijk is je Dewgong wel zwaar. Ook level 8. Echt facepalm momenten dit. Ik snap dit niet meer. Ik snap het niet. Wordt het dan verwacht dat je Brock of zo als laatste doet, omdat hij allemaal level 40 en alles had? Ik snap het gewoon niet meer. Ik snap het gewoon niet. Leg mij dit uit. Oh, maakt niet uit. We krijgen dus heel weinig geld ervan en we kunnen... Telefoon! Het is dit keer geen batterij, maar telefoon! Batterij, telefoon. Ja,
Anthony, je hebt me al zo vaak verteld over je berry fetish. Dat hoeven we niet te weten. Goed. Mag ik alsjeblieft verder naar het zuiden surfen? Interessant, hè? Niks anders dan blauw. Goed. Cinnabar Island is totaal veranderd. Cinnabar Island heeft alleen nog maar zijn Pokémon Center en deze gozer hier. Hey, who are you? Well, it's plain to see that you're a trainer. Omdat ik mijn pet achterstevoren heb, my name is Blue. I was once the champion, although it was for only a short time. That meddling rat did me in. Anyway, what do you want? You want to challenge me or something? I hate to say it, but I'm not in the mood for a battle now. Take a good look around you. A volcano erupts, and just like that, a whole town disappears. We can't go on winning and losing in Pokémon. But if nature so much as twitches, we can lose in a second. That's the way it is. But anyway, I'm still a trainer. If I see a strong opponent, it makes me want to battle. If you want to battle me, come to the Viridian Gym. I'll take you on then. En hij warpt totaal zonder iets te gebruiken eigenlijk die kant op. Maar goed, dat is dus niet de gym waar ik het over had. Maar dat is dus Blue en dat is dus zeg maar de 8e gym. Maar we hebben nog steeds de 7e gym te doen. Nou, als we dus hier zeg maar, ja, route 20, ook weinig nieuwe Pokémon. Helemaal geen nieuwe Pokémon eigenlijk. Je ziet me niet. Serieus, deze zijn nog niet eens waard om te battelen. Dan zien we dus zeg maar hier waar in Red, Blue en Yellow dus Articuno te vangen was. In de remake is hij trouwens hier ook weer te vangen, dus hou er wel rekening mee. Zien we dus zeg maar hier een klein eilandje. En dit is het eilandje waar we naartoe willen. Nou, in de remake heb je dus zeg maar wel andere trainers die je dus zou moeten gaan verslaan. Hier niet. Wat ook heel erg leuk is, is als je dus hier binnenkomt, dan heb je dus zeg maar, ja, Seaform Islands, heel erg leuk en aardig. Maar dan hebben we dus zeg maar de trainer die we dus zeg maar hier zien. Of ja, niet de trainer, maar de gymbaas. Dit is al gelijk de gymbaas. Ik ken er niks aan doen. Dus dit is Blaine. Dus hoi Blaine. Wah! My gym in Cinnabar is burned down. My fire-breathing Pokemon and I are homeless because of the volcano. Wah! But I'm back in business as a gym leader here in this cave. If you can beat me, I'll give you a badge. Ha, you better have a burn heel. Nog niet eens a burn heel, you better have burn. Ik ga niet meer over die dialoog beginnen. Dit is Blaine, de vuurtype gym leader. En dan ga ik even, nou wil ik eigenlijk iets, nou wil ik even iets pointen. Dit vind ik geweldig. Kinkyheid. Boon de Brok. Boon de Lieutenant Surge. En nou ponen we er ook nog eens een keer Blaine mee, omdat het is een vuur-Pokémon ding is. Maar goed, Macargo, level 45, zoals je dat al ziet. Met aanvallen, Curse, Smog, Flamethrower en Rock Slide. Quadruple Weakness tegen Surf. En nog eens de sloomste vuurtype ook nog eens een keer, dus die staat echt, die heeft geen kans. En, oké, het zijn maar heel weinig Pokémon, dus daar ga ik best van te kijken. Maar goed, het is verslagen, waarom ook niet. En ik weet dat deze afleveringen een beetje aan de langere kant zijn, maar... Oh, Magmar. Even wacht, hoor. Magmar, level 45. Dank je. Level 45, ja, Magmar. Deze Magmar, die verwacht je niet, want die komt aanvallen met... ja, die komt met aanvallen. Thunder Punch, Fire Punch, Sunny Day en Confuse Ray. Je verwacht Sunny Day. Daar baal ik eigenlijk best wel van. Sunny Day zorgt ervoor tot namelijk vuurtype Pokémon sterker... Of ja, vuuraanvallen worden sterker, wateraanvallen worden zwakker. Dus dat is best wel nadelig. Eigenlijk kan ik met... Ik kon beter Earthquake gebruiken, laat ik het zo zeggen. Dus, Sunlight is so strong. Maar, dat is even... Dat is gewoon even wat... Kinkyheid poont hier gewoon dus 3 gyms. 3. Wow. Gewoon 3. Oké, nou Kinkyheid komt gewoon door die dingen heen. Dus, ik weet niet meer waar ik het eigenlijk over had. Ja, oh ja, lange afleveringen. De reden waarom dat dit zulke lange afleveringen nou zijn, is sowieso jullie houden van lange afleveringen, zover ik in reacties heb kunnen lezen. Maar ook volgende week is de laatste week van Pokémon. Dan wil ik er klaar mee zijn. Dus vandaag. Goed, laatste Pokémon. Sterkste Pokémon die we tot nu toe tegen zijn gekomen. Rapidash, level 50 met aanvallen. Quick Attack. Fire Spin. Fire Attack. Fury Attack. Fire Attack. Fury Attack en Fire Blast. Serieus? Die heeft Fury Attack. Maakt niet uit. Aangezien dat het dus level 50 is, eindelijk een keer een sterke tegenstander. En nog eens een keer zijn idee loopt. En nog eens een keer dat die Pokémon Fireblast kent. En nog eens een keer de snelste Pokémon is ooit. Gaat dit pijn doen. Ook al is het niet super effectief.
Oh boy. Oh, we zijn nog steeds een confused ships. Oké, Earthquake. Ja, ik weet het surf, aangezien type attack bonus, dat hebben we ook met Earthquake, maar ook nog eens een keer met Mystic Water. Earthquake hebben we meer kans op een one-hit KO. Zoals dus nu gebeurt. Leuk. En Kinky Head gaat er ook door naar level 49. Goed, wat ik nu van plan ben is, nou ja, Little Blaine is was defeated. Ah, awesome. I've burned out. Though I missed. You've earned Volcano Badge. Hier weer die. Drie letters. D-H-E. Die. Nee. Gewoon you get. Bah. We kunnen het nog niet eens zeggen. Stefan received Volcano Badge. Niet die. Nee, gewoon Volcano Badge. Blah. I did lose this time. But I'm going to win the next time. When I rebuild my Cinnabar gym, we'll have to have a rematch. But though I missed. Ik snap niet waarom dat ik hem een Wario voice geef. Of eigenlijk een soort van piraten voice. Dat het eigenlijk helemaal niet bij past. Maar dat maakt niet uit. Waar ik uitmelden. Yo! Hoi. Huh? It's already over. Oh, sorry, sorry. Oh, Cinnabar's gym was gone. So I didn't know where to find you. But hey, you plenty strong even without my advice. I knew you would win. Ja, normaal gesproken heb je in elke gym heb je zo'n kastje zitten. Die zegt eigenlijk wat voor type gym dat het is. Die was je hier dus eigenlijk kwijt. Nou, wat je dus wilt doen is je wilt dus gaan vliegen naar Viridian City. En Viridian City, dat komt heel erg goed uit. Want offscreen doe ik nou elke dag heb ik iets gedaan. Waardoor dat mijn Pokémon... Ik wil allemaal Pokémon op zijn minst level 50 hebben namelijk. Dat hoofd ik voor af. Dat is zeg maar die call te verslaan elke keer. En dan krijg je toch weer lekker veel experience. Dus ja, dat heb ik eigenlijk offscreen een paar keer gedaan. Maar wat we dus nu hebben... is we hebben dus nog maar nog één gym te doen. Nou, ik weet dat het vrijdag is, maar ja, we zitten al bijna op een half uur bij deze aflevering. Aangezien dat Blue terug is, hebben we dus maandag de sterkste gym. Echt, alle gyms zijn tot nu toe teleurstellend geweest, maar ik kan je vertellen, Blue, die is gevaarlijk. Maar dat zullen we zien in de volgende aflevering van Pokémon Crystal. Dus geen level 36 Pokémon, maar heel erg spannend. Dus, ik dank jullie allemaal voor het kijken. Laat een bericht achter als je daar de tijd voor hebt wat je leukste momentje was. En een like als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie morgen te zien met een nieuwe aflevering van Special Modded Minecraft. Want ja, daar gaan wij natuurlijk gewoon mee verder. En maandag gaan we dus naar deze gymleader. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. En tot dan. Dus dit was Zelda Play 20 en ik sluit nu af. Doei! Level 36.